Dottie's kuikens. Het is vroeg in de morgen. Dottie doet haar ogen open. Ook haar kuikens worden wakker. Ik heb honger, denkt Dottie. Zou er al voer voor ons liggen? Ze loopt heel even naar buiten. Maar als ze weer terugkomt, zijn al haar kuikens verdwenen. Dottie rent naar het varkenshok. Varken, mijn kuikens zijn weg. Heb jij ze soms gezien? Zegt Varken. Daar heb ik niet zo op gelet. Ik was juist mijn biggen aan het voeden. Dottie kijkt naar de biggetjes die nieuwsgierig aankomen rennen. Maar wacht eens, wie huppelt er achter ze aan? Ho, roept Dottie, kijk uit wat je doet! Vlug vangt ze haar kuiken op. Stel je voor dat er zo'n bol biggetje op gaat staan. Zo, die is veilig. Nu de andere vijf. Dottie en haar kuiken lopen langs de vijver, waar Eend met haar jonkies aan het zwemmen is. Hallo Eend, ik ben een paar kuikens kwijt. Zijn ze misschien hier langs gekomen? Kwar, daar heb ik niet op gelet, zegt Eend. Ik ben mijn kleintjes aan het leren, hoe ze naar voedsel moeten duiken. Dottie kijkt hoe de jonge eendjes één voor één in het water plonsen. Kijk, die laatste kan ze niet bijhouden. Hé, maar is dat eigenlijk wel een eendje? Ho, stop, roept Dottie verschrikt. Jij kunt helemaal niet zwemmen. Ze is net op tijd bij haar kuiken om hem bij zijn vleugel te pakken. Twee kuikens in veiligheid. Nu zijn er nog vier zoek. In de schuur liggen Paard en haar veulen gezellig samen hooi te eten. Heb jij mijn kuikens gezien? Ik mis er vier, zegt Dottie. Maar Paard schudt haar hoofd. Ik heb eigenlijk alleen maar op mijn veulen gelet. Dottie loopt alweer naar de deur, maar opeens ziet ze iets bewegen, verderop, in het hooi. Ja hoor, daar zijn er weer twee. Hup, naar beneden jullie, het is gevaarlijk daarboven, spring maar op mijn rug. Dottie brengt haar kuikens naar buiten. Ze telt. 1, 2, 3, 4. Ik heb 6 kuikens, dat weet ik zeker. Dus dan ben ik er nog 2 kwijt. Overal zoekt Dottie haar laatste 2 kuikens. Op het erf, in de boomgaard, in de wei. Langs het pad zit een roodborstje op zijn gemak een worm te eten. Wat ziet dat er heerlijk uit. Dottie's kuikens beginnen te piepen. Piep, piep, piep. Mama, we hebben honger. En dan ziet Dottie haar 5e kuiken. Hij wil het pad overrennen naar die lekkere wormen toe. Stop, roept Dottie. Wat heb ik je geleerd? Kijken. Eerst links, dan rechts en dan weer links. Wat een hoop kuikens, roept het roodborstje. Ja, zegt Dottie, maar ik ben er eentje kwijt. Maak je geen zorgen, zegt het roodborstje. Die heb ik zo gevonden. Dottie en haar kuikens lopen door de schapenwei. Ze komen langs de koeienstal en langs het hondenhok. Dottie zoekt overal, maar het 6e kuiken is nergens te vinden. De 5 kuikens worden moe. Ze klagen. Piep, 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 mama, we hebben zo'n honger. Ja, zucht Dottie, we gaan naar huis. Jullie moeten nu toch echt iets eten? Treurig loopt ze naar het kippenhok met haar 5 jonkies achter zich aan. Roepen de kuikens blij, want de boer heeft graan gestrooid. Ze beginnen meteen te pikken, maar Dottie heeft geen honger. Waar is toch dat laatste kuiken? Piep, 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 mama, waar was je nou? Ik heb zo lang op je gewacht. Daar is Dottie's 6e kuiken. Hij heeft al die tijd bij het hok gezeten. Zie je wel, ik heb hem gevonden, roept het roodborstje trots. Ik heb heel goed op hem gepast. En omdat hij zo'n honger had, zijn we maar vast met het ontbijt begonnen.